het voor nu weer. Oké. Dan gaan we nu naar het laatste deel. Dus we hebben even stilgestaan bij die twee onderdelen. Of bevrijding, dat het iets innerlijk is. Werk eigenlijk ook dus een spiegel voor onze innerlijke toestand, zou je kunnen zeggen. Bevrijding vooral dus ook moeten zien als iets waarbij we als bewustzijn dus niet langer beperkt ook worden door uiterlijke omstandigheden. En dat je ook ziet dat die huidige opvatting over van wat werk is, ja, om allerlei redenen dus ook echt problematisch is, tot stress leidt, tot meer ongelijkheid leidt en tot soms zelfs, nou ja, uitbuiting. Nou, als we dan theosofisch naar werk kijken, dat het dus eigenlijk veel simpeler is. Hè? Dus vanuit dat geheel kunnen we allemaal iets bijdragen. En op het moment dat we kijken vanuit die bijdrage, ja, dan is er dus ook altijd voldoende voor iedereen om te voorzien in zijn levensonderhoud. Als iedereen zijn bijdrage doet, dan is dat ruim. En daarnaast levert het ons ook nog allerlei tijd op om onszelf verder innerlijk te ontplooien. Even een klein uitstapje. Ooit een bekende econoom, Keynes, geweest. Die voorspelde in eind de 19e eeuw. Als het zo doorgaat met allerlei slimme machinerie en technologie, hoeven we dadelijk niet meer te werken. Laten we de machines het werk doen. Of maar 15 uur te werken op een dag. Maar we zijn alleen maar blijven doorwerken. En uiteindelijk alleen maar meer gaan produceren. Terwijl als we, stel dat we het een stapje terug zouden doen. Misschien wat minder luxe, want misschien niet elk jaar een nieuwe garderobe. Maar ja, we kunnen dan wel bijvoorbeeld zelf voor onze ouders gaan zorgen, voor onze kinderen gaan zorgen. Er is dan veel meer tijd ook om heel veel betekenisvol werk ook weer te doen. Nu kunnen we wachten natuurlijk totdat die omstandigheden zover zijn. Maar we kunnen ook nu al kiezen om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Zoals Havel ons ook eigenlijk adviseert. Nou, in dit laatste deel gaan we daar verder op in. Wat betekent dat dan als we zo'n keuze maken? Nu wijzen die theosofische leringen eigenlijk stevast op die eenheid van het leven. De essentiële eenheid van al het bestaande, die ten grondslag ligt aan de gehele natuur. En het houdt dus ook in dat we uitgaan van één mensheid. Één mensheid als een soort van levend orgaan, zou je kunnen zeggen, van deze levende planeet. En vanuit die eenheidsgedachte is het nog maar een kleine stap om je leven dan ook in dienst te stellen van dat geheel, van die ene mensheid. En in het boekje De Stem van de Stilte van Blavatsky beschrijft zij dat ook als de essentiële eerste stap op weg naar de bevrijding van al het leven, te leven om de mensheid ten zegen te zijn. Natuurlijk is dat niet een keuze die je zomaar even maakt. Bovendien ook een keuze met implicaties. En dan keren we ook weer even terug bij die leer van karma. Want als karma inderdaad gelijk staat aan Atman, en dus in essentie voortkomt uit onze onlosmakelijke verbondenheid met dat geheel, dan zou je verwachten dat als je kiest om zoveel mogelijk in lijn met die eenheid te handelen, te denken en te gaan leven, ja, dat je als soort van vanzelf vloeiend en fluitend door het leven gaat. Hè? Je werkt helemaal samen met de natuur, alles in harmonie. Maar je voelt natuurlijk al wel aan dat dat niet zo simpel is. En dat kunnen we verder uitleggen aan de hand van drie soorten karma, waar we in de eerste lezing ook al even bij stil hebben gestaan. En we zeiden daar dat het natuurlijk makkelijk is om karma te herkennen, de oorzaak- en gevolgrelaties te herkennen in één leven, in ons huidige leven. We zetten bijvoorbeeld de wekker, gaat de volgende ochtend gaat die af op die ingestelde tijd en maakt ons wakker. Zo simpel is het. Maar tegelijkertijd zijn er dus heel veel zaken waarvan we de oorzaken niet kunnen achterhalen, omdat ze voortkomen uit keuzes die we in het vorige of in vorige levens gemaakt hebben. En toch zou het heel vreemd zijn als die wet van oorzaak en gevolg alleen voor onze geboorte ineens, dat die voor onze geboorte niet zou werken en vanaf onze geboorte alleen wel precies zo. Het is eigenlijk veel logischer om te veronderstellen dat die eigenlijk altijd werkzaam is. En dat dus ook onze omstandigheden in dit leven, kunnen we daarvan de oorzaak niet herkennen, dat die natuurlijk ook gevolgen zijn van oorzaken die we in vorige levens
ja, handelingen in vorige levens die we gedaan hebben. En zaadjes die we in vorige levens gezaaid hebben. En dat geldt natuurlijk ook naar de toekomst toe. He, soms lijken de gevolgen van onze handelingen of die van anderen uit te blijven. Of er is ander karma wat misschien een bepaald gevolg tegenhoudt en de zaak in balans houdt. Waardoor dat gevolg niet in dit leven optreedt, maar uitgesteld is tot een volgend leven. Nou, dat kan er natuurlijk ook voor zorgen dat er oorzaken zijn uit het vorige leven of uit vorige levens die zich nu in dit leven dus niet kunnen manifesteren en die we dus eigenlijk een soort van geparkeerd hebben voor volgende levens. Maar zoals we hebben aangegeven is dat karma geen blinde wet. He, er is geen toeval, maar er is ook niks buiten ons dat het bepaalt. Het is altijd een kwestie van interactie. He, hoe reageert de omgeving op onze handelingen en wij weer op die van de omgeving? He, we omschreven het ook al als die continue dynamische wisselwerking van bewustzijnen die ageren, op elkaar reageren, elk met hun eigen maat van vrije wil. En als we dus bepaalde keuzes maken in het leven, dan kan dat dus ook betekenen dat er eigenlijk, of betekent het dat ook, dat er innerlijk in ons iets verandert. En daarmee dus ook dat er een bepaalde balans verschuift, waardoor soms alsof vanuit het niets, zeg maar, ineens van alles dan op ons afkomt, op ons bordje verschijnt. We zeggen ook wel, hoge bomen vangen veel wind. En dat bedoelen we niet letterlijk. Maar als we bijvoorbeeld door meer kennis over de natuur en haar wetten realiseren dat onze verantwoordelijkheid veel groter en ruimer is dan we hiervoor hebben gedacht, dan kan dat ook betekenen dat we eerder bereid zijn om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen als de omstandigheden daarvoor vragen. En we worden dan ineens gevraagd voor een ondernemingsraad of een VVE of krijgen een functie aangeboden op ons werk met meer verantwoordelijkheid. En natuurlijk ook als gevolg dat we dan ook ineens veel meer te verduren krijgen. Maar tegelijkertijd ook onze voornemens om een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen kunnen bewijzen. En daarmee dus ook sneller kunnen groeien. En in de theosofie spreken we dan ook wel van versneld karma. Je kan het ook een beetje zien als een zeg maar goede teamspeler in een voetbalelftal. Doordat je zicht houdt op het hele spel, zie je ook eerder waar de ruimte ontstaat. Je neemt verantwoordelijkheid door jezelf vrij te spelen. Vrije ruimte in te lopen. Krijgt dan ook eerder de bal toegespeeld en heb dan dus ook te bewijzen dat je daar zinvols mee kan doen. Een goede actie kan maken of een voorzet kan geven. Nou, wat kunnen we hieruit concluderen? Ik noem een aantal hele essentiële zaken. Ten eerste dat karma dus begint bij vrije wil. Begint uiteindelijk bij de wil om zeg maar innerlijk te groeien. En dat werkt dus uiteindelijk van binnen naar buiten, zou je kunnen zeggen. En zowel de mensen in onze omgeving als onze omstandigheden zijn eigenlijk te zien als een veld voor die innerlijke groei. Dus het begint bij onszelf en eigenlijk komen via die mensen en omstandigheden, komt dat karma weer op ons af. We zijn als een soort van magneet die eigenlijk op basis van onze innerlijke bewustzijnstoestand, en denk ook weer aan die zevenvoudigheid, in karakteristiek dus overeenkomstige effecten aantrekt. En die mensen en omstandigheden zijn dus eigenlijk zeg maar de poorten waardoor die effecten komen. En ze zijn in zekere zin dus ook een spiegel voor ons karakter, zou je kunnen zeggen. En dan is het belangrijk om daarbij te beseffen dat zowel liefde als haat bindende krachten zijn. En het is ook weer goed te begrijpen vanuit het feit dat ook gedachten dus levende entiteiten zijn, zoals we in vorige lezing hebben besproken. En dat gedachten die we het meest aandacht geven, of dat nu vanuit liefde of haat is, ook het meest bepalend zijn voor wat we aantrekken. En je kan dus ook veel beter voor iets zijn dan tegen iets. Dus iemand die protesteert tegen racisme maakt in zekere zin dat idee van racisme groter dan iemand die zich bijvoorbeeld inzet voor gelijke rechten van alle mensen, zonder onderscheid. Nou, hoe kun je dat terugzien in de praktijk? Nou, we zien dat bijvoorbeeld bij vredestichters of bevrijders zoals Vaclav Havel of Nelson Mandela. In de volgende lezing gaan we nog meer voorbeelden geven van dat soort bevrijders, maar nu even Mandela als voorbeeld.
denken, nou ja, nauwelijks toelichting nodig heeft. Iemand die tijdens de apartheidstrijd in Zuid-Afrika veroordeeld werd tot levenslang. 30 jaar lang heeft vastgezeten op Robbeneiland. Vrij kwam, president werd van Zuid-Afrika. En onder andere via de waarheidscommissie heeft weten te zorgen voor een vredige overgang naar een Afrika met gelijke rechten voor blank en zwart. En Mandela schreef het volgende. Hij zei, de ware fundamenten van ons geestelijk leven zijn eerlijkheid, oprechtheid, eenvoud, nederigheid, vrijgevigheid, afwezigheid van ijdelheid en bereidheid anderen te dienen. Eigenschappen die binnen het bereik liggen van elke ziel. Maar je kunt niet ver komen in dergelijke dingen zonder oprechte introspectie. Zonder jezelf, je zwakheden en fouten te kennen. Als gevangenisstraf iets biedt, dan is het de gelegenheid dagelijks stil te staan bij je gedrag, het slechte te overwinnen en al het goede dat je in je hebt verder te ontwikkelen. Nou, ik haal dit citaat aan om een aantal redenen. Ten eerste is Mandela echt zo'n voorbeeld van versneld karma. Iemand die zijn geweten volgde, verantwoordelijkheid nam, ervoor koos om zich in te zetten voor dat geheel, en begon te protesteren tegen die onrechtvaardigheden in zijn land, zelfs met het risico om uiteindelijk ter dood veroordeeld te worden. En ook na zijn vrijlaten kwamen er duidelijk allerlei uitdagingen op hem af. En hoewel niemand natuurlijk zonder fout is, heeft hij toch heel veel daarvan het hoofd weten te bieden en de eenheid weten te bewaren in zijn land. En ook laten deze woorden van hem duidelijk zien dat verandering echt van binnenuit komt. Hij wijst echt die weg naar binnen. Het begint allemaal bij ons denken, bij ons karakter. En laten ze ook zien dat die weg naar binnen echt een actieve weg is. Iets wat ook dagelijks onderhoud nodig heeft. En tot slot maakt dat voorbeeld van Mandela duidelijk dat wat wij misschien als slecht karma aanduiden, zoals bijvoorbeeld gevangen gezet worden, omdat je nou ja, voor een bepaalde strijd gaat strijden, ergens voor staat, zonder dat je uitzicht hebt op vrijlating, dat dat toch niet per se slecht hoeft te zijn. Het laat ook zien wat er gebeurt als we welke situatie ook accepteren en het zien als een gelegenheid, als een kans, als een les. Zoals ik het vorige deel ook al even noemde, hè, dat je dus ja, eigenlijk altijd op elk moment dat zo kan bekijken. En je kunt je zelfs dus afvragen of Mandela zich zo heeft kunnen ontwikkelen zonder dat hij die gevangenisstraf had gehad en daarbij stil heeft kunnen staan. Natuurlijk wil ik daarmee niet zeggen dat gevangenisstraf iets goeds is. Maar het laat zien hoe we moeten oppassen om zelf over bepaalde omstandigheden te oordelen. Oppervlakkig in te delen als goed of slecht. En er is geen toeval. En we komen altijd op basis van eerder denken en handelen terecht in bepaalde omstandigheden. En met het juiste perspectief kunnen dat precies die omstandigheden zijn die we dus nodig hebben om te groeien. En ook hier weer. Laat hier niet het misverstand ontstaan om te zeggen van, nou ja, dus als iemand in slechte omstandigheden zit, nou, misschien prima, eigen schuld, dikke bult, en misschien kan hij er juist wel van leren, misschien is het juist goed. En we zijn natuurlijk allemaal ook verantwoordelijk voor dat geheel. Hè? Dus zoals we ook al eerder zeiden, er is geen eigen karma, ieders karma is ook ons karma. Maar het laat wel zien dat we er niet te oppervlakkig over moeten oordelen. Wij zien niet wat er innerlijk gebeurt. En mensen als Havel en Mandela zijn ook geen uitzonderingen. En als we ervoor openstaan, dan zien we ook dat er veel meer mensen zijn die helemaal niet kennen, in de anonimiteit leven, maar die op de achtergrond natuurlijk ook een invloed hebben op de vrede en de bevrijding van anderen. En ook wij kunnen er dus eigenlijk ook allemaal aan werken om zo'n bevrijder te zijn. Zelfs totdat we op het punt komen dat we daadwerkelijk en bewust kunnen gaan kiezen om te gaan werken voor de bevrijding van al het leven. En als wij verder die weg naar binnen gaan, via ons geweten naar nog hogere bewustzijnstoestanden, dan zullen we dus op een gegeven moment dat stadium bereiken van werkelijke bevrijding. Een bewustzijnstoestand die helderder is dan wat we ons ook maar kunnen voorstellen. Een toestand van eeuwige vrede en gelukzaligheid.
Maar zoals in het boekje De Stem van de Stilte van Blavatsky staat, zullen wij dan verlichting bereiken en heel de wereld horen klagen? Is het vanuit de eenheid van al het leven niet zelfzuchtig om je dan terug te trekken en nirvana in te gaan en dan eigenlijk ja, niet meer gezien te worden door je medemens? En dat is dus dat mysterie van die twee paden. En die weg, die keuze tussen de Pratyeka-Boeddha, ofwel de Boeddha voor zichzelf, en aan de andere kant de Amrita-Boeddha, of de Boeddha van het mededogen, die dus eerst dat Bodhisattva-pad kiest. En twee paden om uit te kiezen. Een keuze waar we dan voor eigenlijk komende eonen nog aan vast kunnen zitten. Het is een keuze die we dus eigenlijk nu al voorbereiden met de richting van ons denken, met onze gedachten en handelingen in het leven van alle dag. En de ware bevrijder kiest dus eigenlijk niet voor bevrijding, maar zou je kunnen zeggen voor verzaking. Hij verzaakt nirvana voor zichzelf om als bevrijder voor al het leven te blijven werken. Zoals in De Stem van de Stilte verwoord, derhalve is het eerste pad bevrijding, maar het tweede pad is verzaking. Zoet zijn de vruchten van rust en bevrijding ter wille van het zelf, maar zoeter nog de vruchten van langdurige en bittere plicht. Ja, zelfverzaking ter wille van anderen, van lijdende medemens. En hij die een Pratyeka Boeddha wordt, buigt zich slechts voor zijnzelf. De Bodhisattva die de strijd heeft gewonnen, die de prijs in zijn hand houdt en toch in zijn goddelijk mededogen spreekt, ter wille van anderen geef ik deze grote beloning op, volbrengt de grotere zelfverzaking. Een redder der wereld is hij. Nou, uiteindelijk staan we dus allemaal voor een keuze, een bevrijding voor onszelf of bevrijding voor al het leven. Nou, ook weer iets om op zijn minst 3 minuten over na te denken, maar ik hoop nog voor de rest van deze incarnatie en misschien zelfs ook komende. Maar laten we eerst maar even die 3 minuten pauzeren. Tot zo. Oké, welkom terug. Zijn er nog vragen binnen? Nee, ik denk dat je met een hele rijke en diepe gedachte bent afgesloten waar iedereen over aan het nadenken is. Ja. Er geen vragen meer binnen. Nou ja, dan hoop ik maar dat alles helder was. En nou ja, zo niet is er altijd wel weer volgende keer. Geef mij ook de kans om nog iets te vertellen. Want ja, ook als Theosophical Society willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen inspireren om eigenlijk nu natuurlijk al een start te maken met het... Ja, met die visie, waarbij het eigenlijk niks logischer is dan, nou ja, misschien zou je het voor jezelf niet zeggen zo hoogdravend als werken voor de bevrijding van al het leven, maar gewoon te doen wat er nodig is in die eenheid. En daar, nou ja, niet zo ver bij stil te staan. Eigenlijk jezelf min of meer te vergeten. Ieder natuurlijk naar eigen kunnen, hè, op zijn eigen niveau. Maar je ziet duidelijk door dat met elkaar te doen, hè, ook al is het misschien met een kleine groep, we toch een kracht in de wereld creëren die ja, eigenlijk niet omver te blazen is. Nou, onze doelstellingen die staan hier natuurlijk ook na te kijken op onze website Blavatsky House onder de sectie over ons. Waarbij ook duidelijk zal zijn dat, nou ja, dat in lijn is met dat werken voor de bevrijding van al het leven. Het is ook werk wat we altijd belangeloos doen. Dat wil zeggen zonder dat we daar iets voor terug verlangen, vrijwillig. Want het is ook ons beleid om wijsheid die we om niet ontvangen hebben, ook om niet te verspreiden. Maar natuurlijk is alle steun welkom. En nou is het zo dat het morgen exact 147 jaar geleden is dat onze organisatie werd opgericht. Dus als je na de afsluiting vrijwillig de Theosophical Society nog een cadeautje voor zijn verjaardag morgen wil geven, dan is dat natuurlijk van harte welkom. En via de link in de beschrijving van YouTube, altijd onder onze lezing, of hier rechtsboven op onze website, zie je dan die knop steun ons. Kun je terecht om uiteraard vrijwillig een donatie te doen. Het is ook wel weer goed dat we hier weer even aandacht voor vragen. Zeker toen we nog lezingen in de zaal geven, dan was dat eigenlijk standaard als je langs de deur naar buiten ging. Een schaal waar je wat op kon achterlaten. Maar online vergeten we dat nog wel eens. Dus bij deze toch nog even, als je ons werk voor de bevrijding van al het leven wil steunen, van harte welkom. En dan sluiten we natuurlijk af altijd met de Gayatri uit de
Rig Veda. Oproep aan ons hoger zelf. En de Atman, oorsprong van onze vrije wil. En die luidt als volgt. O Gouden Zon, met uw verheven luister, verlicht ons hart en vervul ons denken, opdat wij, onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal, mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.